Dimitri Dazelere, 3-1 verloren, kansloos onderuit hier op Roeselaren. Hoe komt het? Eerst en vooral heb je gelijk. We hebben niet goed gespeeld. Vorige week tegen Liersen, een hele goede wedstrijd. Alles zat goed. Iedereen super gemotiveerd. Vandaag een beetje te laks opgepakt, ik weet het niet. Maar je begint eigenlijk aan een zwakke eerste helft. Maar in de 45e minuut of 43e minuut aan de 0-1 pakken. 1-0 pakken is natuurlijk al niet goed. En zelf die kleine momentjes, kleine kopkansjes. Maar ik zei het u, in elke linie hebben we vandaag wel gefaald. Zowel de verdediging als de aanval als het middenveld kwamen we overal wat tekort. En dan heeft eigenlijk Roeselare vandaag verdiend gewonnen. En als je dan in de tweede helft de dingen gaat doen die niet gevraagd worden. Ja, een beetje af en toe de bal stom verliezen. Iedereen, ik wijs niemand persoonlijk aan, iedereen, zowel aanvallend als verdedigend, dan wordt het heel moeilijk om hier punten te pakken tegen een ploeg die meer ervaring heeft en beter gespeeld heeft dan wij. De papa brengt geen zegen mee naar huis. Ja, daar denkt hij niet tijdens een match aan. Nee. Dat is spijtig, nee, maar dat zijn details. Op deze moment ben je met die match bezig. En vooral omdat volgende week weer een moeilijke wedstrijd is tegen Cercle, moeten we oplossingen gaan zoeken, want we hebben te laks verdedigd en we hebben te weinig kans afgedwongen voor deze ploeg. En we moeten ook zien dat we iets meer elkaar gaan sturen, want in moeilijke wedstrijden moet je ook kunnen je man staan en 3 tegendoelpunten pakken is dan te veel. Toch wensen we jou proficiat met de kleine. Ja, dank je. Dat is op deze moment een kleine troost. Vanavond als ik thuis ben. Het zal mooi zijn, maar nu telt eigenlijk even alleen de groep. En moeten we even ons focussen op deze week alles terug op puntjes zetten voor volgende week thuis tegen Cercle te spelen voor die overwinning en niet te spelen voor geen goalen tegen te krijgen.